Altijd bezig met je vak, met je carrière, die op het ogenblik erg goed gaat. Helemaal dit jaar, met die stijlen die je gevonden hebt, met de LP die je gemaakt hebt. Je doet er erg veel aan, aan voorbereiding, aan bewegingsleer, aan kleding. Heb je daar speciale mensen voor? Ja, ik heb voor mijn bewegingslessen heb ik dus iemand. En als ik nou heel erg zenuwachtig ben, ja. Dan krijg ik ook yogalessen. En wat ook erg belangrijk is, is de kleding, uiterlijk. Hè. Ik heb ook een eigen kapper bijvoorbeeld. Mm-hmm. Die dan helemaal op mijn gezicht kijkt wat er wel en niet kan. Het zit ook leuk, nietwaar? Hier, ja. Ik ben er zelf ook tevreden over. Ik kan lekker zo doen, zonder dat in de war raakt. Maar, en dan de kleding nogmaals. En dat, daardoor word ik geadviseerd door El in Waalwijk. Ja, nou, zo zijn er een heleboel mensen gewoon die ik toch nodig heb. Je kan het niet in je eentje. Je bent zo druk bezig. Heb je tijd voor hobby's? Vrije tijd? Heb je veel vrije tijd over? Want als ik dat zo allemaal bij elkaar op... kleding uitzoeken, teksten voorbereiden, interviews weggeven, platen opnemen, televisie doen zoals hier. Heb je tijd over? Nou, ik heb natuurlijk wel wat tijd over. Maar dat... echte hobby's heb ik niet. Nee. Wat doe je thuis als je nou vrij hebt? Nou, dan ben ik een echte huisvrouw. Ja? Je concurrent dan ook? Ja, dat vind ik heerlijk. En ik moet mijn eigen huis bijhouden. En dat vergt nogal wat tijd. De vrouw hier. Ja, dat zal ik. Ja, je bent een man. Misschien heb je er geen idee van. Dan kun je ik geloof het onmiddellijk dan. En wat ik dan voor de rest aan tijd over heb, dat verlees ik graag. It's hard to see love.